Heerlen naast Soest Abdijk was even overgeslagen en dan hier naar de Marsvaskos. Waarom geen Abdijk was? Nou, omdat het zo vol was al in de Soest Abdijkros en deze cross in Breda zaten best dicht op elkaar. Dus dan even goed trainen ook nog, ook met uitzicht op het baanseizoen. Dus die even overgeslagen. Sta je hier weer lekker gretig aan de start en dan mag je het opnemen tegen jongens. Ja, superleuk. Want normaal natuurlijk als we alleen met de meisjes aanlopen, dan heb je een hele grote kans dat je grotendeels van de wedstrijd alleen loopt. En nu had ik gewoon zoveel jongens waar ik mee kon. En ja, je hebt gewoon weer het gevoel dat je op kan schuiven en naar voren. En je voelt, het voelt niet alsof je alleen voorop loopt. Ja, want kende je jongens die je voorbij ging? Nou ja, wel clubgenootjes. Twee clubgenootjes die liepen ook mee. Maar verder uit het middenveld niet heel veel jongens. Werd het gewaardeerd als je ze voorbij ging? Nou, ja, ik weet niet. Ik heb natuurlijk niet naar gezichten gekeken, maar ik weet niet. Hoe ging je eigen wedstrijd? Ja, best wel lekker. Ik was een beetje voorzichtig gestart, want het was best wel smal bij de start. En ja, met de jongens erbij starten, dan weet je gewoon al, de eerste paar moet je laten gaan. Dus een beetje voorzichtig gestart. En ja, ik had in het begin al geen idee waar de meisjes zaten. Dus gewoon een beetje proberen mijn eigen tempo te vinden. En dan toen de eerste twee, drie rondjes een beetje opgeschoven. Bij de derde liep ik op een goed tempo met de jongen mee. Dus dat was wel lekker. En toen het vierde rondje proberen nog daarvan weg te lopen. En dat lukte in de eerste instantie wel. Alleen toen aan het eind kwam die toch nog voorbij. Dus toen moest ik me naast laten gaan. Ik heb jullie een aantal crossen voor de camera gehad. Maar dit is de eerste cross dat iedereen echt onder de modderspatten zit. Ja, ja, dat is ook wel leuk aan dit. Het was een heel modderig parcours. Ik denk in ieder geval modderiger dan vorig jaar. Dus ja, je wordt sowieso vies. Daar kan je ook niks aan doen. Dus die laatste plas, of je er nou doorheen gaat of eromheen, dat maakt ook niks meer uit. Voor jou, ga je ook indoor doen of richt je bijvoorbeeld op het NK cross? Nee, indoor junioren ga ik wel meedoen. Maar dat is de enige indoor wedstrijd. En dan het NK cross? Ja, dan het NK cross, ja. En wat wil je daar gaan doen? Nou ja, winnen natuurlijk.